Welkom lieve mensen bij deze nieuwe video. We staan in Dijon, Frankrijk. Het is een feestdag, wapenstilstanddag of weet ik veel wat het is. Dus we mogen niet rijden, we kunnen niet rijden, we kunnen niet lossen, niks. Het is koud, het is guur. Vanochtend wilde ik weggaan om 9 uur. Wat een mooi rijmpje. Toen was het 1,5 graad en nu is het 1,5 graad. Ja, ik heb geen lange mouwen, dus helaas pindakaas. Maar we gaan de berg eens in, dus ik hoop dat ik het warm krijg. Gezellig, ciao! Het is echt super koud, maar dat geeft niet. Misschien dat de mist nog wegtrekt vandaag. Ik heb geen idee. Route Barrée. Dat betekent zoiets van koude route, denk ik. Barrée. Wapenstilstanddag. Super stijl hier. Oh. Lekker. Waar ik stiekem al op hoopte, is dat de zon boven schijnt. Yes! Stiekem dacht ik dat ik wel een beetje boven zou zijn, maar oh, het klimt maar door en het klimt maar door. Heerlijk. We gaan nu echt offroad. Ik ben er al voorbij. Volgens mijn horloge moet ik hierin. Single track. Yes. Oh, vet zeg. Allemaal bladeren, geen idee of er stenen liggen. Levensgevaarlijk. Wel vet. Oh. Ik heb niet het idee dat hier veel mensen fietsen. Wow, naar beneden. Toch wel wat sporen. Ja, naar klimmen. Kom dalen. Wow, rock garden. Wow. Een plas en een boom. Nou, bunny hop ik er even overheen. Bunny hop. Soepeltjes. En door. Wow, dit gaat hard. Oh, ik zie niks. Geen bril op. Allemaal tranen in mijn ogen. Wow, vet. Hey, weiland. We gaan springend uit het bos. Oh. Oh. Bijna springend. En zo ziet het eruit vanaf mijn fiets. Hoppakee. Het is echt levensgevaarlijk zo. Downhill. Tussen de bladeren, de takken en de stenen. Maar ja. Een beetje risico in het leven. Kan geen kwaad. Wow, daar ligt een boomstam. En dan ga ik overheen bunnyhuppen.
slow motion. Fuck! Oh, toch niet. Dit is wel stijl. Misschien dat ze het daarom hebben gedaan. Come on. Wow, dit is echt jongen. Damn, dit is stijl. Zonde dat je niet kan zien waar je rijdt. Wow. Ah, wel lekker. Stond nog in de beschrijving. Misschien moet je soms wel eens lopen. Ik denk nog, dat zal wel meevallen. Maar dat valt het dus niet. Dit is gewoon zo stijl. Niet normaal. En het is nog wel een stukje. Ik ben stuk. Kijk. We zijn er. Nog niet. Even een kleine pauze. Eindelijk zie ik daar een mountainbiker. Maar volgens mij moet je dit pad nemen. Mijn fiets is vies, jongen. Lekker. Dit is nou echt mountainbiken. Oké, dit pad gaat stijl naar beneden. Let's go. Nieuwe batterij erin. Drinken gedaan. Snoepje gegeten. Let's go. Oeh, gevaarlijk. Ik wil sneller, maar ik durf niet. Oeh, wat een pad. We moeten weer opletten. Hier links. En waar dan? Waar moet ik links? Kijk nou. Hier ergens moet ik rechts neer. Kent hem niet. Ik zie geen pad. Ik zie geen borden. Maar ja, dat zie ik al de hele dag niet. En nu? Een stukje terug nog. Nou, echt niet. Waar moet ik linksaf? Nou, dit kan niet, dit kan niet, dit kan niet. Nog 20 meter, zegt hij. Nou, dat is helemaal geen pad. Hier. Kent hem niet. Hier. Dit is een pad. Oké. Super vet. Wow. Oh. Wat is dit dan, mensen? Is het wel een pad? Een boom. Het is een beetje stijl hier. Oeh. Wow, dit is echt gaaf. Steeds die camera terugpakken is wat minder gaaf. Jongen, jongen, jongen. Nou ja, kan je misschien zien hoe stijl het is. Dit is zo
vet. Volgens mij ben ik niet eens op de helft nog, dus voor het donker wordt. Even een stukje fietsen. Yes. Wat een heerlijk uitzicht. Even uit het bos. Wat is dit genieten, zeg. Heerlijk. Oh, wat blijft oppassen. Schitterend mooi hotel, kasteel, weet ik veel wat het is. Maar ik moet even een beetje tempo maken, want het zonnetje schijnt al een beetje minder dan net. Hij schijnt nog hetzelfde, maar hij gaat onder. En volgens mij moet ik nog heel lang. Ik ga nu naar een bezienswaardigheid. En daarna gaan we gas. Toch wel een brok naar beneden, lijkt mij. Tot zo. Het is echt niet normaal hoe steil dit is. Ik zal even kijken of ik überhaupt 2 meter voor. Of mijn fiets goed doen. Nou, het lichtste verzetje. Het is daar echt 90 graden omhoog. Lijkt het wel. Oh, gaat gewoon niet, joh. Kan gewoon niet hier. Kom op. Ja. Wiel gaat voorover. Ik doe omhoog. Nou, 1 poging. En dan gaan we weer wandelen. Oh, kom op. Nee. We gaan niet. Nou, dat is echt niet normaal hoe stijl het hier is. Voetjes glij weg. Oh. Oh, wat is het stijl. Al 400 meter aan het klimmen op dit paadje. Fietsen zitten er niet bij. En dan ineens heb je dit uitzicht. Hoppakee. Hoe vet is dit? Man, man, man. Daar kom ik vandaan. En daar gaan we heen. Wow, dit is genieten, zeg. Bij mijn top. Oh. Heerlijk dit. Wat is dit mooi. Wauw, dit is vet. Dit is vet. Zo, bij de top. Schitterend. Een kerkje. Man, ben ik kapot. Hij is dicht. Ik kan een beetje naar binnen gluren. Een soort altaar. En natuurlijk een drop-off. Die zo te zien iemand fataal is geweest. Ik sla hem over. We gaan weer naar beneden. Maar dat is geen boom. Shit. Oké. Dan moeten we improviseren. Mensen. We gaan hier naar beneden. Goed idee. Het is wel gelukt. Hoppa, een stukje afgesneden. Wow. Nou weet ik weer hoe koud het is.
Let's go! Ja. Na die mega afdaling. Een stuk door het bos gewandeld. Te stijl om te lopen. Te stijl om te fietsen bedoel ik. Oh, ik ben blij dat ik even op het asfalt zit. 1,75 kilometer als het goed is. Minimaal. Ah. Hey, mensen, ik ben behoorlijk er doorheen. Man, net weer een mega klim gehad op het asfalt. En dit gaat weer een beetje naar beneden, maar oh man, man, man. Mijn benen, en het is zo lekker dit. Hop. Ik zit echt te genieten. Even zwaaien, hallo. Ik ben weer terug bij de vrachtwagen. Helemaal kapot. 15 kilometer voor het einde stopte mijn batterij ermee, terwijl er nog 60% in zat. Ik weet het niet, van binnen was hij een beetje vochtig, want de zon ging weg. En het was een beetje gecondenseerd, als dat Nederlands is, dat weet ik niet. Ik ben kapot. Laatste stuk door het bos, ging goed. En het allerlaatste stuk, tenminste, van de off-road gedeelte, was echt één grote rock garden van een kilometer of twee, stijl naar beneden. Het was super vet, grind en alles. En het werd donkerder en donkerder. En was ik blij dat ik nog 7 kilometer had. Toen kwam ik op het asfalt, stijl naar beneden, lekker gang maken. Nou, toen kwam ik op een redelijk gevaarlijke weg terecht. En wat denk je, 5 kilometer voordat ik bij de auto ben, lekker band, achterband. Maar, heb ik ook nog 5 kilometer moeten lopen. Oh, ik dacht even dat hij weer uitging. Heb ik ook nog 5 kilometer moeten lopen. Ongekend. Dus ik ben hartstikke blij dat ik het gedaan heb. Het is echt een hele ervaring om hem in het buitenland te gaan mountainbiken. Man, man, man. Sparen voor een full suspension bike. Hey, bedankt voor het kijken. Mijn bovenbenen die klappen uit elkaar. Ik heb het stervens koud. Het is nu 4 graden. 4,5 graden. Ik laat het niet zien, want het is te klein. En ik ga niet helemaal arm uitstrekken. Ik ga heerlijk eten en tot gauw weer. Bye bye!